Liefhebbers van toneel konden het afgelopen weekende terecht op een bijzondere plek. De plantenkassen van kwekerij Bernard in Luttelgeest deden dienst als bühne voor een theatertour over de energietransitie. En dat haalt hij van zijn dak met die grote zwarte spiegels. De Klimaatsafari is een idee van Stichting Pioniers van de Toekomst. Zij organiseren duurzaamheidsevenementen. Het idee is een klimaatsafari in de kassen van Bernard Planten in Luttelgeest, waarin mensen in groepen door gidsen worden rondgeleid langs sketches. En in die sketches wordt uitgebeeld wat de transitie zoal inhoudt. De theatertour was 1,5 kilometer lang. Op diverse plekken tussen de planten waren korte sketches te zien. De energietransitie is wellicht zware kost, maar theatergroep Prins te Paard toverde de transitie om naar sketches met een kwinkslag. Bij elke scène kun je je afvragen, hey, hoe doe ik dat eigenlijk? Er zit een scène in waarin alle witgoed tegelijkertijd aanstaat. Dat je eens bewust was, hey, hoeveel dingen, elektrische apparaten heb ik nou eigenlijk thuis aanstaan? Weet je, dat je daar eens even, al is het maar een seconde over nadenkt, dat het toch ergens blijft hangen. Dat zou het mooiste zijn. Bezoekers waren verrast. Het is niet elke dag dat je naar toneel gaat in een plantenkas. Ik vind het prachtig. Toneel over energietransitie, is dat spannend? Dat is zeker spannend, want dat gaat ons allemaal aan, hè? Ik vind het interessant om het allemaal zo te beleven. Ja. Er zijn mogelijkheden zat, hè? Energietransitie, maar ja, wat moet je kiezen? Ja, dat blijft de grote vraag. Ja. Toneel over energietransitie, en dat is leuk. Ja, dat is herkenbaar, hè? Ja. Ja. Iedereen moet er wat mee. Ja, precies. Ja. Het is actueler dan ooit, denk ik. Wie de kleine besparing niet eert, is de grote niet weerd. Een oud spreekwoord in een nieuw jasje. De klimaatsafari toont bezoekers dat er veel winst te halen is in het kleine. Douche korter, zet een apparaat minder aan, laat geen lampen branden. Soms zijn dingetjes heel simpel en denk je, ach, dat kan ik eigenlijk ook wel doen. Nou, doe het dan gewoon.